wij dus voor deze avond onze kaarten gingen halen. Mijn vrouw die kwam hier en die vermeldde dat wij in de administratie stonden onder abonnementhouder nummer 1. Och, zegt toen de juffrouw achter de kassa, die heet er 10. Dus ik heb een aantal familieleden of kennissen meegenomen. Dus we zitten hier vanavond met z'n 10 bij elkaar. We hebben erover gesproken vanavond dat het nu de 6e keer was. Het is een prachtige traditie voor Almelo. En we doen dit samen met Esther en Jan Willem met enorm veel plezier. Dus volgend jaar kunnen we dat weer verwachten? Volgend jaar doen we weer een traditioneel Almeloos nieuwjaarsconcert. Ja. Op zijn 14e stapte Harry Lucassen in het kappersvak en nu, na 56 jaar, stopt hij. Wanneer kwam het echtpaar naar Almelo? We zijn in 1 oktober 1974 op de Schelvorst komen wonen. Ja. En toen was hij in loondienst bij Henk Sandberg in de Grootstad Zuid, in het Gutterpand. Ja. Ja. En daar heeft hij 8 jaar gewerkt en toen is hij bij Henk weggegaan, is hij voor zichzelf begonnen op de Rembrandtlaan Hoekmaardijk. Dat was ook zo'n klein zaakje als we dus hier dus hebben. Ja. Verhuurbare ruimte heette dat. Ja, heette dat, van Sint Jozef. En hoeveel jaar heb je daar gewerkt aan de Maardijk? Twee jaar. Twee jaar. En toen heb ik het van Sandberg overgenomen. Ja. En toen hadden we een kapseltje staan en die heeft daar ook nog 2 jaar gestaan. Ja. En ik zelf ben op de Grote Straat gebleven. Maar je hebt geen zitvlees gehad. Ik bedoel, nee. Je hebt meer gedaan dan alleen knippen daar. Kun je daar iets over vertellen? Ik heb van alles gedaan. Ja, wat is van alles? Nou, alles verbouwd. Verbouwd? Ja, daar kwamen we. Ik heb een keertje een opmerking gemaakt van het terugzetten naar de oude situatie zoals het vroeger het pand was bedoeld. Ja. Wat je buiten ziet,
komt ook weer terug een beetje binnen. En dat hoort bij Joekes. Ja, ja, en ik heb ook prachtige schilderingen gezien. Ja. Wandschilderingen. Wandschilderingen. Ja, ja, alles. En toen ben ik begonnen. En met pauwen. En, dat was, en met de toonbank ben je begonnen. En met de toonbank heb ik op zolder. Heb ik 2 jaar gewerkt. Ja, ja, ja. En de gipsen lijsten. Ik heb, en ik heb gipsen lijsten getrokken. Ja. Daar ben ik ook 2 jaar mee bezig geweest. Dat was dus een werkzame tijd. Nee? Ja, dat was een hele werkzame tijd. Ik heb overdag deden we knippen. Ja. En s'avonds ging ik na het eten ging ik een uurtje liggen. En daarna ging ik gewoon naar beneden. En dan ging ik. Tot een uur 1 door. Een uur 3. Ja, soms 3 uur. Soms 3 uur s'nachts. En dan stond je om 7:30, 8:00 op weer. Om 7:00 stond ik weer op. Ja, ik was weinig slaap, maar dat ging vanzelf. Want je had een plan, je wou het, en daar ga je ervoor. Ja. En dan ging het zonder moeite. Was hij helemaal in zijn element? Zonder moeite. Harry, 56 jaar en nou ga je een welverdiende pauze in zijn wezen. Ja, die gaan we. Maar die pauze is ook weer geen pauze, hè? Nee, we gaan gewoon lekker bezig, schilderen, bellen houden. We zitten hier. Maakt helemaal niks uit. Je hebt je hele kapperszaak. Ja, dat wordt atelier. Is opeens verdwenen. Wordt atelier. Ja, ja, ja. Ik ben alweer bezig. Ja, 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 ja. Prachtig. Dit wordt een atelier. En wat ga je allemaal doen? Schilderen. Schilderen. Alleen maar schilderen. Ja, en beeldhouwen. Beeldhouwen ook, ja. En kleien. En kleien. Ja, ja, ja. Van alles. Ja, ja, ja. Maakt niet uit. Ja, prachtig. En een beetje een nahuizientje komt erin te staan. Alles. We gaan alles wat kan dat doen. Ja, 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 ja. En als er bloemetjes komen, dan maak ik er een mooi pakketje. En ik hoop dat je een klein beetje meer nachtrust krijgt dan voorheen. Ja, ja. Slapen is, men slaapt maar 1/3 van zijn leven en dat is jammer. En daar hou je aan. En dan weet je niet meer dat je leeft. Nee. Dat is wel jammer. Ja, 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 ja. Je moet leven, af en toe een slaapje. Elke dag als ik uit mijn bed kom, dan kijk ik altijd eerst even naar buiten van, ja, wat is het voor weer? Hoe voelt het weer? Dan kruip ik achter de computer en stel een weerberichtje op voor Avisi. En datzelfde weerbericht dat zet ik ook op mijn eigen website. En ik vul dan ook de gegevens van die ochtend vul ik in op een Excel-sheet. Hoeveel neerslag is er gevallen? Nou, dat kan ik hier ook meten. Ik heb daar een regenmeter. Deze kennen we wel. Huis, tuin en keukenregenmeter. Daar kun je direct op zien hoeveel regen er gevallen is. Digitale regenmeter. Daar kan ik binnen aflezen hoeveel regen er gevallen is. Die staat iets draadloos, is die verbonden met mijn weerstation. En ik heb hier deze regenmeter, dat is een officiële. Dat is eigenlijk zeg maar zoals KNMI het ook meet. Met zo'n opvangvat. En daar zit hier een soort fles in. En die fles die moet ik dan weer leegkieperen in een maatglas. En dan kan ik zien hoeveel regen er gevallen is. En er is dit jaar in Almelo is er 770 mm regen gevallen. En dat betekent dat er op elke vierkante meter 770 liter gevallen is. Nou lijkt dat heel veel, maar als je dat over een heel jaar uitsmeert, valt het natuurlijk wel mee. En die 770 millimeter, dat is ongeveer normaal voor wat er in Almelo valt. Dus het is geen extreem nat en ook niet een extreem droog jaar geweest. Hebben we eigenlijk een zonnig jaar gehad in Almelo? Nou, dat redelijk veel zonuren, ongeveer 1600. Maar de afgelopen maand december was wel heel erg somber, want we hadden wel 18 zonloze dagen. Dus december heeft niet echt meegeholpen aan de zonuren in 2017. Ik heb hier trouwens in de tuin nog een UV-sensor. Die registreert dus het UV-gehalte van de zonneschijn. En vooral in de zomer is dat van belang. Want als dan het UV-gehalte te hoog wordt, dan moet je een beetje oppassen. Niet te lang in de zon, want anders verbrand je te snel. Hoe was het weer in Almelo in 2017? Nou, we gaan eerst eens even kijken naar de temperatuur. Dit is een weerhut. En als je dat deurtje open doet, dan
zie je hier officiële stationsthermometers. En hier staan nog twee sensoren van weerstations die bij mij in huis staan. Deze thermometers die geven de vrij nauwkeurige temperatuur weer. En op deze dus kan ik binnen zien hoe warm of hoe koud het buiten is. U heeft nu een indruk gekregen van mijn hobby als weeramateur. Mijn weerbericht is ook in het komend jaar elke dag te lezen op avisie.nl en op mijn eigen website mijneigenweer.nl/weerstationAlmelo. En ik wens u allemaal een mooi weerjaar 2018. Jeffrey Scherbaer, daar sta je dan met een cup in je handen. Ja, ja, de Twente Cup. De Twente Cup, wat betekent dat voor Eurosport? Geen idee, ik heb het er nog niet met de mening over gehad. Maar weet je, voor ons is het gewoon belangrijk dat we weer ritme op gaan doen. En dat we over 2 weken weer staan in de volgende competitiewedstrijd. Belangrijk, eerste wedstrijd, win je met 2-1. Het is... De eerste set ging ontzettend moeilijk, 26-24. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat heb je toch een beetje met dit soort dingen. Je speelt nooit tegen teams waar je normaal niet tegen speelt. Je krijgt daar toch andere ballen van dan wat je normaal gewend bent. En plus het feit dat we een week, dikke week niet getraind hebben. En dan is het toch weer zoeken om je ritme weer voor elkaar te krijgen. Finale tegen Apollo. Verraste jou in de eerste set de sterkte van Apollo? Nou, ik denk dat... Nee, niet echt. Ik denk dat Apollo een goede ploeg heeft. Ze staan hier voor niks aan in de topdivisie. Dus dat doen ze erg goed. Ik vind het een goede ploeg. En dat is gewoon moeilijk om tegen te spelen. De volgende wedstrijd is eigenlijk Flamingo's bij ons thuis. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Ik vind eigenlijk dat we in de Eredivisie geen makkelijke wedstrijden hebben. Er zijn eigenlijk geen ploegen die echt heel veel minder zijn. Dus je moet elke wedstrijd moet je er weer vol voor gaan. En dan heb je Judith Kamphuis als libero aangesteld, omdat er op dit moment gewoon geen ander is. Dat betekent wel dat je aanvalskracht een hoop moet inleveren. Vandaag wel, maar het is nog maar de vraag hoe lang dat zo blijft. Hoe lang blijft dat zo? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat weet ik wel, maar daar kan ik nog gezinnig woord over zeggen. Hey, Judith Kamphuis, je wint de Twente Cup. Wat zegt dat Eurosport? Nou, dat je de beste van Twente bent, dat is dan duidelijk. Maar wat het voor de rest zegt, vrij weinig. Lekker tussendoortje? Ja, nee. Is het lekker om in zo'n 9 dagen je hoofd helemaal leeg te maken? Ja, dat heb je ook echt wel nodig. Want je traint gewoon elke dag ook met elkaar. En het is fijn om die 9 dagen ook wat met familie te zijn, met vrienden. Dingen waar je normaal niet aan toe komt. Om dat juist dan te doen. Ja. Dus dat was fijn. We zien jou in de vorm van libero. Onwennige plaats voor jou? Nee, ik heb het 8 jaar lang gedaan bij Setup. Dus ik ken het wel en... we hebben natuurlijk nu de problemen met Kim en ik heb gezegd van ik sta er gewoon voor het team wanneer nodig en dat was vandaag al dus. Is het niet libero tegen wil en dank? Hoe bedoel je? Tegen wil en dank, dus van er is gewoon geen andere mogelijkheid? Ja, misschien ook wel. Ja, er moet toch iemand de pineut zijn, zeg ik in dat opzicht. Maar je werkt met het team ergens naartoe en als ik daarvoor een keer een andere plek in moet nemen, dan is dat zo. Volgens mij is het bestuur hard en druk bezig met een nieuwe libero. Dus ik hoop dat ze voor volgende week zondag er is. Want dan is de volgende wedstrijd. Ja, dan is het volgende. Tegen Flamingo's. Dat klopt, ja. Een wedstrijd die ook weer gewonnen moet worden, want jullie hadden een fantastische serie neergezet. Ja, elke wedstrijd moet gewonnen worden als je met de top mee wil doen. Maar Flamingo's is meteen een tegenstander die vrij taaie ploeg heeft en ervaren speelsters. Dus we moeten niet direct weer staan. Ik wens jou ontzettend veel succes. Dankjewel. Hey, bedankt, hè. Ja, ik denk zolang als dat evenement hier plaatsvindt, dat we toch altijd... Op Oudjaarsdag, 's middags even een bezoekje brengen. Het is altijd gezellig, ondanks het slechte weer. Maar het is altijd prima hier.
Geen problemen met die enorme knallen? Nee, ik was toch al doof, dus wat niet erg genoeg. Ze zijn nu ondertussen zijn we denk ik al 3 dagen bezig om de voorbereiding te treffen voor het karbid schieten. Voorbereidingen zijn karbid halen, tent opzetten, bier halen, al dat soort dingen. Bier halen is heel erg belangrijk, hè? Ja, ik denk dat dat toch een nummer 1 is. Oh, ik denk dat we met een mannetje of 15-20 doen we dit toch wel ieder jaar weer. Ja. En is het alleen maar 3 dagen voorbereiding of heb je er nog meer werk mee? Nee, het zijn toch wel iedere keer ja, 3 dagen voorbereiding en dan nog weer 3 dagen afbouwen. Ja, er zit heel veel werk in. Dit doen we met heel veel liefde en heel veel plezier. De gezelligheid eromheen is toch wel heel belangrijk voor ons. Ik denk dat dat het belangrijkste van allemaal is. Ja, karbidschieten is ondertussen ook cultureel erfgoed. En ik denk dat je dit soort evenementen ook moet koesteren en, ja, en een beetje overlast wat veroorzaakt, maar als je het voor lief moet nemen en het over je hart moet strijken. Want het hoort er gewoon bij, vind ik. En, het is een eeuwenoude traditie, waar dus ook ja, volgens mij in stand moet blijven. Ik dacht eigenlijk dat ze een beetje te makkelijk over de wedstrijd dachten. En als je dan ziet dat jullie in al die 3 sets bijna constant hebben voorgestaan. Ja, kijk, we moeten vooral kijken naar wat we zelf op de mat hebben gelegd. En daar zo vaak mogelijk van de goede dingen een herhaling geven. En dat dan iedere keer weer opnieuw brengen. Dat is niet zo automatisch dat als je dat 1 keertje voor elkaar hebt in de wedstrijd, dat het dan iedere keer voor elkaar zal zijn. En zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Iedere keer is een nieuwe situatie, een nieuwe dag, een nieuw gevoel bij spelers onderling, bij spelers zelf en hoe de tegenstander zich voorbereid heeft. Dus je weet nooit waar je aan toe bent. Dat maakt sport natuurlijk ook mooi. Vandaag hadden wij het voor elkaar en zij onvoldoende en ik denk dat dat het is. Met wat voor gevoel ging je deze wedstrijd in en met wat voor gevoel sta je hier nu? Nou, ik zeg altijd, goed gevoel heb ik bij mijn vrouw en kinderen. Ja, en verder heb ik geen goed gevoel. Dat scheelt, ik ben autist, dus ik heb daar ook geen last van. Ja, als jij vraagt naar gevoel, dan zeg ik, ja, waar heb je het over?
Ik zag jou gisteren, ik zag jou gisteren al een aantal keren dat jij niet tevreden was over je ploeg. Ik zag jou vandaag alleen maar genieten. Nou nee, dat is niet waar. Zo leek het vanaf de tribune. Ja, nou, maar ik geniet natuurlijk van de goede dingen. Dat moet je ook altijd doen. Ja, maar ik geniet ook van de ontwikkeling die mensen doormaken. En waarin ze iets laten zien wat ze daarvoor nog niet konden. Ja, maar ik was vandaag ook wel weer kritisch op de dingen die we niet voor elkaar hadden. Hè. Dus ook in de tweede set. Hè, we maken een serie van heel veel punten op rij. Met goed serve en blokwerk. En dan hebben we daarna... Nou, dan gaat side-out over, dan maken wij side-out en dan serveren. We hebben een punt en dan is de volgende serve weer fout. Ja, dan begin ik toch weer over die foute serve. Omdat ik dat dan een overbodige actie vind. Ja, in Nederland vinden we het maar gewoon dat als je een punt hebt gemaakt met serve of blok, ja, dat dan de volgende serve fout mag zijn. Maar over de grens doen ze dat niet. Ja, en onze graadmeter is Lycurgus of Middenmoot Duitsland, waar ze dat niet doen. Ja, dus het is misschien voldoende om in Nederland nog wat te winnen, maar internationaal niet. En ik wil spelers voorbereiden op internationaal. Ja, daar gelden andere wetten. De volgende bal is weer goed en legt weer een gemiddelde druk op de tegenstander. Nou, dus daar ben ik echt wel mee bezig geweest, maar dat heb je niet gezien natuurlijk. Jij ziet ook alleen de positieve dingen. Ja, dat is zo, maar dan sta je hier weer met een beker. Ja, geen beker, maar dan sta je hier weer met de eerste prijs en dat moet toch een enorm lekker gevoel geven. Nou ja, ik kom altijd heel graag naar het toernooi hier. Ja, alles goed georganiseerd, ja, mooi tegenstanders geregeld. We krijgen gratis en voor niets krijgen we twee topwedstrijden aangeboden. Dus wat wil je nou nog meer? En het enige wat wij hoeven te doen is ons zo goed mogelijk presenteren. Kunstenaar Ali Kuba maakte in 1977 dit kunstwerk van roestvrij staal en polyester. Laat je blik als een knikker over en door dit kunstwerk rollen.